Oké, jongens, zijn jullie er eindelijk? Ja, ik had deze brief gekregen. Ja, dat klopt. Die heb ik naar jullie verstuurd, want we gaan een hele vette challenge doen. Wat gaan we doen? Ik ga het eventjes uitleggen, jongens. We gaan vandaag een hele hoop kleine opdrachtjes doen en dan komt een winnaar uit. En dan denken jullie van, Giel, waarom zou ik dat in vredesnaam willen doen? Nou, ik heb hier een prijs van 5 diamonds vast, dus die willen jullie hebben, denk ik, hè? Ja! Ik wil wat diamonds hebben! En hoe het werkt is, je krijgt dadelijk een opdracht en je kan eerste, tweede of derde worden. Als je eerste wordt, krijg je 3 punten. Als je tweede wordt, krijg je 2 punten. En als je derde wordt, krijg je maar 1 punt. Dus ja, dat jullie het weten. Ik ga echt alle diamonds winnen. Ik! Oké, nou, ik zou zeggen, pak eventjes alles wat in jullie kist zit. Want daar zitten wat spulletjes in. Een lead en een pickaxe en die gaan jullie nodig hebben. En de eerste opdracht is, en ik zeg alvast, je hoeft het niet per se te minen. Als je het in je huis hebt liggen, mag je daar ook pakken. Breng zo snel mogelijk een diamond naar mij. En je krijgt hem achteraf terug. En de tijd gaat nu in. Okay. Oh, ik ga al. Ja, nee, ik geef het al op, want ik heb geen diamond. Nee, wat? Ik ook niet. Waarom geven jullie het op? Kom op, jongens. Het is ik heb geen diamond. Dan moet tweede worden. Ja, oké, ik ga wel kijken bij jou thuis. Kom op. Ik ga wel bij Giel kijken thuis. Tweede worden, jongens. Oké, ik ga gewoon kijken of ik bij Giel een diamond kan winnen. Dat is wel een goed idee. Heel goed. Oké, Noob, wat ga jij doen? Ik weet het niet. Ik ga bij... Oh nee, Mick heeft het niet. Wat ga ik doen? Waar is een diamond? Giel, geef mij eens een diamond alsjeblieft. Nee. We gaan niet vals spelen in deze video, Noob. Dat gaan we niet doen. Oké, dan ga ik mijn klus kijken. Oh, ik ga echt zo snel mogelijk naar mijn huis toe. Want ik heb gewoon in de eerste chest die in mijn huis staat, heb ik al een diamond. Dus ik pak gelijk deze diamond hier zo. Hop, deur weer dicht. En ik ren terug. Terug. Snel. Kom op. Ga ik als eerste zijn. Ja, Mick en Noob, die zeiden dat ze allebei al geen diamond hadden. Dus als het goed is, ben ik gewoon de eerste. Giel, ik heb een diamond gevonden. Ik heb hem al. En de pro heeft een diamond gegeven. Dus de pro is eerste, Mick. Dus ik zou snel zijn, zodat je eerder bent dan de Noob. Ja. Ik heb een diamond in jouw kelder gevonden. Een diamond in mijn kelder gevonden? Oh, ja, dat mag ook. Dat is ook prima. Dit is jouw diamond. Dus je zei niet wie zijn diamond. Je krijgt hem alvast terug. Ja, kijk eens aan. Oké, dankjewel. Nou, die hou ik dan bij als je die niet erg vindt, als hij aan mijn kelder komt. En Noob, jij mag ook terugkomen, want je bent sowieso al derde geworden. Nee, ik ben gebotst met de auto. Waarom ga je in je auto diamonds halen? Nou ja, maakt niet uit. Ik ga eventjes de puntentelling hier op het bord zetten. Dit is nu de huidige puntentelling. En dat betekent dat de pro het beste heeft gedaan. Gefeliciteerd. Yes. Die staat vooraan. Maar er kan nog van alles gebeuren, want we hebben nog een hele hoop rondes te gaan. Ja. Zeg het maar, Giel. Wat moeten we nu doen? Oké, ik ga de opdracht zeggen en dan mogen jullie meteen beginnen. De opdracht is, breng zo snel mogelijk een varken naar mij toe. Ik haal. Dat is niet aardig. Kom op, ga eens een varken zoeken, man. Oh nee, ik had naar de boerderij, we moeten naar de boerderij. Oh, dat is een hele goede plek. Daar zijn wel varkens, inderdaad. Oh, pro is alweer gewoon zo snel, jongen. Ik ga komen rijden. Ik ben echt zwaar benieuwd wie het eerste bij mij is, jongens. Ik zit vast. Auw! Oh nee, ik heb mijn auto weer kapot. Oh jeetje, dat ravijn is wel heel irritant. Maar pro die was daar net al. Kom op, varken. Yes! Ik ga de varken jatten. Ik ga het varken jatten. Nee, niet jatten, jawel. Dat mag niet. Ja, er zijn verder niet zoveel regels, jongens. Ja, dat mag niet. Ik ga varken stelen. Kom op. Kill hem gewoon. Nee, niet killen. Kill varken. Ja, kill het varken. Stop, kom varken, snel. Kill het varken. Maar dat mag toch niet? En dan ben er ik waren geen regels, er waren geen regels. Maar Giel, ik ben ook mijn lead kwijt. Hij heeft mijn lead afgemaakt. Noob, hier, dirt voor die varken. Dirt. Nee. Laat varken los. Laat varken. Nee. Dit is mijn lead. Nee, maar er zijn niet meer veel varkens, dus we moeten wel een beetje Ik ga alle varkens gewoon killen. Ik heb geen lead meer, dus dit is oneerlijk. Boom. Nee. Blijf van mijn varken af. Nee. Oh, Giel, dit wordt een hele lastige opdracht. Ik heb een idee. Ja, ik weet het, jongens. Maar weet je wat? Ik ga er gewoon bij zitten, want het duurt zo lang. Giel, ik heb gebollen. Nou heb ik ons eerste. Hoezo? Waar is je varken dan? Waar is je varken? In mijn hand. Nee, dat is varkensvlees. Je moet een varken. Je moet een levend varken hebben. Daarom heb ik die lead gegeven. Dan moet je meenemen. Oh, ik dacht een stukje varken is ook goed. Nee. Kom op. Doep. Oppa. Ga eens even varken zoeken. Dit telt niet. Nee. Ja, daar kunnen ze ook zijn. Ze kunnen eigenlijk overal zijn. Mick? Nee, Mick. Niet zo snel. Niet zo snel. Jawel. Ik ga een ei op je gooien. Nee, ik ben eerder. Weg met je varken. Nee. Kom op, varken. Kom, varken. Ren, snel. Jeetje, dit is een varkensrace. Ah, de mijne is sneller. Mijn varken is sneller. Ik ben eerder. Nee. Je bent niet sneller. Je hebt nog steeds geen varken. Dat is een kip. Oh, nee. Een kip meegenomen. Ik dacht dat dit kan ook. Nee.
Kom op, hij slaat mij, dat is wel eerlijk. Kom, fijn is eerst. Ja, nee. Ik zag dat nee. De pro nee. Eerder was. Nee, dat is niet yes. Waar. Yes! Oh nee, ik was eerst. Ja, nee, je hebt een kip, noob. Dit is een kip. Dus Mick, er kan nog veel ingehaald worden. Je bent tweede, dat zijn nog steeds twee punten. Dat is helemaal niet slecht, hoor. Je bent tweede, ik wil eerste zijn. Nou, dan kun je voor strijden. Nou, dat betekent dat deze score gewoon weer precies hetzelfde is als de vorige ronde. Oké, Noob, dit is geen vark, hè? Dat snap je zelf ook wel. Maar goed, de puntentelling staat er weer op. En dan heb ik voor jullie meteen de volgende opdracht. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Ben er klaar voor. En die opdracht is dat jullie zo snel mogelijk een bucket met water naar me toe moeten brengen. Dus succes. Ik ga iron zoeken. Ik ga ook iron zoeken. Nee, ik wil iron zoeken hier. Volgens mij weet ik nog waar iron ligt. Ik heb hier namelijk ook diamonds gestolen. Zo. Niet mijn volgende pro. Ja, ik wilde hier als eerste ingaan. Ik ga in jullie huizen kijken. Ah nee, heb geen iron daarin. Ja, hoe kan ja, dat nou? Noob is het slimste bezig, hoor. Je kan ook gewoon uit je chest iets van een bucket of water halen. Als je weet dat je ergens hebt liggen. Ja, ik weet niet waar ik die heb. Nee, niet iedereen heeft een bucket of water gewoon zomaar liggen toevallig. Nou, ik ga gewoon naar mijn eigen huis toe. Dan weet ik dat ik 100% iron heb. Oh, ik weet het niet meer, Giel. Ik weet het niet meer. Ik heb straat. Mick, je bent wel sneller, hè? Want jouw huis is gewoon veel dichterbij. Ik heb een bucket. Noob! Yes, misschien ben ik nog te ver. Waar is Snoep? Ik heb het in jouw huis. Er zijn geen regels, Mick, dus ik zou zeggen... Ja, ik weet het, Het zou wel een beetje zielig zijn, maar goed. Nee. Waar is Snoep? Wacht. Wacht, dirt voor die waterbucket. Je meent het water geslagen. Ja, dit werkt ook. Trouwens, heb ik nog tijd. Ja! Ja, ik heb de bucket nog niet in mijn inventory. Noob, kom op, opschieten. Nee. Ik wil dat je wint. Kom, snel. Kom hier. Alsjeblieft, Giel. Dit is wel eerder. Oké, Mick, je bent sowieso derde geworden. Kom maar terug. Ik heb te veel tijd besteed waarom aan heb je mij in de waterput geslagen? Ja, ik wilde ruilen. Oké, de pro is eerste geworden, daarna de noob. En ja, Mick, het lukte niet zo goed met die waterbucket, of wel? Nee, ik wilde ruilen, noob, voor dirt. Ja, maar ik wou hem gewoon naar Giel geven. Ik wou helemaal een keer niet ruilen, want ik wou een goed punten winnen. Ik denk, je ruilt alles voor dirt, maar oké. Ja, volgende ronde, die ga ik winnen. Dat was een logische move geweest, noob, inderdaad. Ik geef jou dadelijk wel gewoon een bucket met water dan. Nou hoeft het niet meer. Volgende ronde. Oké, jongens, kom op. Niet zoveel kibbelen met elkaar. We gaan door naar de volgende opdracht. En die opdracht luidt: breng zo snel mogelijk iets wat paars is naar me toe. Succes. Kom op, snel. Hakken. Ik kan niet mij naar mezelf toebrengen. Ja, kom op. Jouw trui. Nee. Er zijn hier al mensen met blokjes. Nee. Gooi maar naar me, jongens. Gooi maar naar me. Hé, waar ga je heen, Giel? Kom hier. Oké, hier, alsjeblieft. Oké, dankjewel. Ja, maar dit is oneerlijk. Je liep naar zijn blok toe. Ja, nee, ja, het is wat het is. Het is wat het is. Even Giel, kijken. Weet je wat? Ik kan niet meer winnen nu. Ik ga je niet meer gunnen. Sterker nog, ik ga het je moeilijk maken. Je staat helemaal bovenaan. Zo is het echt niet spannend. Ja, nee, ik was net maar, hoezo? Ik was nog als eerst. Nee, jij was helemaal niet eerst met het water. Jawel, ik was ja, hier. Maar dit is oneerlijk. Pro staat het dichtst bij jouw paarse huis, Giel. Ja, ze hebben jouw huis kapot gemaakt, Giel. Ja, maar niemand zegt dat jullie hier op de chesten moeten staan. Hè? Jullie moeten gewoon een beetje rondom mij staan. Giel maakt de regels, ik niet. Oké. Deze opdracht is apart. Jullie moeten zo snel mogelijk afgaan. En de tijd gaat nu in. Wie het snelst afgaat, heeft gewonnen. Dus je hoeft niks naar mij toe te brengen. Je hoeft niet naar mij terug te komen. Wat gebeurt ja, hier? Maar, jullie zitten hier allebei te zwemmen. Ja. Ga naar boven. Want zij moeten helemaal verdrinken. Nee. Ja, sla mij. Ja, sla mij. Noob, ik geef je één tip. Bomut. Sla mij. Bomut aan het rennen. Oh. Krijgen jullie al damage of niet? Ik wel. Nee! Oh, dat is heel slim, Mick. Dat is heel slim wat je deed. Ja, maar ik... ben ik de Sjaak. Nee, wat doe je nou? Nu ben ik de Sjaak. Ja, bro. Zelfs hier is hij goed in. In doodgaan. Is dat Pro meer? Oh, ik ben af! Oké, lekker hoor. Mick, jou wil het niet echt lukken, hè? Nee, ik ben veel te pro hiervoor. Ja, nou, de pro is veel te pro hiervoor, want hij heeft weer gewonnen. Pro. Hoppakee, kijk eens even. Dit is helemaal... Ja, pro. Weet je wat we gaan doen? Zullen we gewoon anders de laatste ronde, als jullie het allemaal mee eens zijn, hè? Anders niet. Doe een allesbeslissende ronde. Wat? Dus alles wat ik nou gedaan heb, maakt niet meer uit? Weet je wat? Nee, we doen de laatste ronde doen we voor 5 punten. Oké? 5 punten. Dan kan er nog iemand anders winnen. Is dat zo? Volgens mij niet. Ja, ik vind van wel.
Dat kan echt niet iemand anders winnen. Nee, dan moet de laatste moet 6 punten zijn. De laatste ronde 6 punten. Doen we dat. Is goed. Nee, zelfs... Ja, nee, maar de laatste ronde krijgt gewoon sowieso 1 diamond. Oké, de laatste ronde krijgt degene die wint 10 punten. Oké, maar dit is een lastige, oké? En ik ga jullie 1 regel opleggen, want toen net zijn er heel veel dieren gesneuveld. Je mag geen dieren killen deze keer. Maar degene die mij als eerste een babydier brengt, die wint. Dus ik zou zeggen, succes. Oké, Zaadjes. Oh, noob. Nu is het best slim dat je die kip hebt eigenlijk. Ja, maar wat moet ik doen? Ja, maar je moet er wel 2 hebben. Oh, nee. Snel. Op, naar de boerderij. Wachten. Ah, waar zijn baby's? Kom op. Oh, ik dacht als ik een ei krijg en dan kon ik zo... Kom achter mij aan! Zo, dat was een hele goeie geweest. Ik hoop ook dat jullie je lead nog hebben, anders dan wordt het heel erg lastig. Of je moet hem gewoon lokken de hele tijd. Oh, noob, ik zou me opschieten. Je hebt ook zaadjes nodig, hè? Eitje, kom op. Oh, dat wist ik niet. Kip, kom hier. Oké, ik ga echt een groot risico nemen, Giel. Wat dan? Maar als dit lukt, dan ben ik... Dan heb ik echt heel veel geluk. Oh, je wil zeker niet zeggen wat je doet, omdat dan mensen het gaan nadoen? Nee, ja, ik weet niet. Als dit gaat lukken, dan ben ik sowieso, heb ik echt heel veel geluk. Ik heb een kip! Giel, kijk eens aan, ik ben hier. Ja? Oké, dan gaan we dan. Ik ga dit ei gooien en hopelijk werkt het. Ja, oké, doe maar. Ik wil het speciaal doen, want ik heb nu toch sowieso... Oké, Mick, doe het. 3, 2, 1, kom op Minecraft! Nee! Giel! Nee, niet noob! Ja. Dit meen je niet! Nee! Dit is heel erg goed, noob. Dit is heel erg goed. Goed zo, noob. Noob, jij staat op de eerste plek. Ik heb gewonnen. En daar is de pro. Ja, weet je, ik heb toch al verloren. Heeft de noob gewoon gewonnen? Ja, de noob heeft de kip gebracht. Waar heeft de noob kippen gevonden? Achter het museum zaten gewoon een heleboel kippen. Ja. Oh jee. Ik was helemaal naar de boerderij gelopen. Oh jee. Oké, jongens, jullie vragen je natuurlijk af wie er heeft gewonnen. Wat denken jullie, wie heeft er gewonnen? Ik heb gewonnen! Zal ik alvast naar huis gaan, Giel? Zal ik alvast naar huis? Hebben gelijk. Oh. Nee, want dit wil je meemaken, Mick. Want ze hebben namelijk gelijk gespeeld. Dus ik krijg alles? Nee, dat doen we niet. Maar Mick heeft mij toen net een diamond gebracht uit mijn eigen huis. Dus ik heb een idee om dit een beetje eerlijk op te lossen. Jullie krijgen allebei 3 diamonds. Zijn we daarmee eens? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Okay, ja. Alsjeblieft. Of noem, mag ik al de diamonds die jij durft krijgen? Wat krijg ik? Dat is goed. Krijg ik geen troostprijs? Oké, geef mij maar de diamonds. Ja, wat is dit nou weer? Ja, dit kan toch niet? Nee, ik heb mag ik al jouw durft, hè? Ja, kijk, al mijn durft. Is dat al jouw durft? Ja, dat heb ik hier net gehakt. Oh, nou, hier heb je er nog 5 van mij. Alsjeblieft, noem. Hé, jongens, bedankt voor het meespelen. Ik vond het geen leuk spel, Giel. Klik hier voor de volgende survival video van Mick. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik je hopelijk morgen weer terug bij een nieuwe video. Doei!